Treitervloggers zijn de laatste tijd behoorlijk negatief in het nieuws. Sommige vloggers uit Zaandam die zitten vast, anderen zijn weer vrijgelaten. Zoals rapper Boef, die kwam vandaag vrij. Afgelopen maandag werd hij van zijn bed gelicht wegens verdenking van opruiing, aanzetten tot geweld en de mogelijke mishandeling van een collega-rapper Parasoma. Kijk hier, wij staan hier. Ja, ik zou één op één met hem matten. Hoe lang staan we hier al, gasten? Ah, vieze flikker deze man. Je bent een flikker, je bent een flikker. Ik ben in je eigen stad. Kijk hier, carwash. Hier hadden we afgesproken, nee, toch? Nee. Hé, hey, jullie zien het, ik zweet een beetje. Ik heb net Parasoma een paar beuken gegeven. Zie je hier nog een beetje bloed? Somaliaanse bloed op mijn hand, alles. Stop! Hé, hey, luister, wat schreeuwde die? Stop! Hé, hey, stomma. Klappen in je eigen stad en je eigen matties waren erbij. Ja? Bewijs aan Matty. Niet meer stoer doen, hè? Niet meer zo stoer doen, diss-tracks gooien, want je krijgt gewoon een klap in je eigen stad. Ja, ik weet zeker, Boef, heel veel mensen die snappen er helemaal niks van. Kan je uitleggen wat jouw bedoeling is met jouw vlogs? Met mijn vlogs? Ik wil gewoon meer publiciteit bereiken. Ik wil gewoon mijn leven laten zien aan de mensen. Maar waar ik wel even op terug wil komen, want het moet wel juist verteld worden. U zegt dat ik maandag van mijn bed ben gelicht, terwijl ik na een optreden in Rotterdam ben aangehouden. Dus ik ben niet van mijn bed gelicht. Bij wijze van spreken. Nee, maar u zegt, hij is van zijn bed gelicht. We moeten wel de feiten juist hebben, snap je, als we hier praten. En nog iets, een treitervlogger, maar dat ben ik totaal niet, snap je. Dat is gelijk in hokjes plaatsen, omdat ik één keer een provocerende videoclip naar buiten heb gebracht. Maar dat ik een treitervlogger ben, dat is verre van, man. Zal ik een voorbeeld laten zien? Ja, je kan een voorbeeld laten zien. Een voorbeeld van... Maar ga je dan ook een positief voorbeeld laten zien of alleen het negatieve? Nee, ik laat er eentje. Jij mag worden. Dat zijn vloggers die jij gemaakt hebt. Misschien heb ik ook nog een andere. Maar deze in ieder geval, die heb je vandaag gemaakt. Ja. Meteen dat je vrij bent gekomen. Ja. En dat is deze vlog. Geen vlog, hè? Flikkers laten me gewoon onschuldig zo lang vastzitten. Weet je waarom? Door die vlog. Ze kunnen niet tegen. En omdat ik tegen de recherche heb gezegd, ik neuk jouw dochter. Maar het is ook zo. Ik neuk haar. Ja. En ik ben weer vrij. Ik heb niks geleerd. We leren niet van detentie, man. Fuck jullie. Wallah, fuck jullie. Ik heb alleen maar meer haat gekregen. Kijk, en dan zeg je, ik moet positief laten zien, maar... Nee, kijk, dit is ook niet juist, weet je. Ik ben na 4 dagen onschuldig. Ik ben onschuldig vastgezet, snap je? Het kon na 1 dag opgelost worden. Ze kiezen ervoor om mij 4 dagen daar te houden. En dan is dit gewoon frustratie. En ik zeg niet dat het goed is of dat het juist is, maar dit is gewoon frustratie die eruit komt, snap je? Maar je zegt nog, je zegt ook, ik neuk. Ja, waarom zou je dat doen? Het is ook zo. Ik heb echt waar, serieus seks met een dochter van een agent. Maar waarom zou de rest van Nederland geïnteresseerd zijn in jouw seksleven? Nee, dat zijn ze misschien niet, maar ze zijn wel in mijn vlogs geïnteresseerd. En blijkbaar ook hierin. Omdat dit op Instagram al meer dan 80.000 weergaves in een uur krijgt. Ja. Je zegt, ik maak geen treitervlogs. Nee, maar ik heb een dat zeg ik niet. Ik zeg, ik ben geen treitervlogger. Nou ja, daar kun je dan ook over over discussiëren. Ik heb een aantal van die vlogs van jou gezien. Ja. Met name waarin je in discussie gaat met politieagenten. Klopt. Nou, politieagenten, daarmee kun je inderdaad discussiëren. Maar zoals jij dat doet, vind ik echt beneden alle pijl. En misschien, ik weet niet of we voorbeelden van hebben, maar hoe je mensen beledigt en provoceert en kwetst. Mensen die in feite 24 uur per dag klaarstaan om voor onze veiligheid te zorgen, vind ik volkomen respectloos. En als je dan zegt van ja, ik ben geen treitervlogger, dan vind ik dat wel hele pregnante voorbeelden daarvan. Dat is jouw goede wil toch om dat te vinden? Wat zei je? Ik zeg, dat is je goede wil om dat te vinden. Dat is vrijheid van meningsuiting. Ja. En ik zeg ook niet dat alles wat ik plaats goed is. Verre van. Snap je? Nee, maar ik zie, dat is dan wel weer het grappige. Mijn kinderen hebben door mijn kinderen werd ik op die vlogs gewezen. Ja. En die moesten er erg om lachen in het begin. Ja. Tot ik ze wees eigenlijk op wat je nou eigenlijk liet zien. Namelijk mensen schofferen die, als gezegd, proberen voor onze veiligheid op te komen. Ja. Dan denk ik, waarom doe je dat? Wat is daar het nut van? Kijk, ik zal niet ontkennen dat ik een paar keer provocerend gedrag heb vertoond. Ja. Weet je, ik ben niet vies van om dat te ontkennen of te bekennen. Maar kijk, het wordt wel heel erg opgeblazen, John. Snap je? Het wordt niet opgeblazen. Jawel, het wordt wel opgeblazen. Want kijk, ik heb 16 vlogs online. Ja. Ja? In 2 van die vlogs ben ik misschien iets wat brutaal tegen politie. Ja? In al die andere vlogs ben ik gewoon normaal. En dan wil ik zeggen, hoe kan ik zoveel fans hebben als ik zo'n erge treiteraar ben? Nee, omdat als heel Nederland mij zo'n treiteraar vindt, dan waarom zou ik zoveel fans hebben? Er is een categorie die dat leuk vindt. Ik heb behoefte om één ding te zeggen, want we hebben het net over de enorme offers die zijn gebracht voor onze vrijheid. En van de vrijheden die we in Nederland genieten. En u noemt zelf de vrijheid van meningsuiting. Maar dan, weet je, iedere vlog
waarin wordt geïntimideerd, waarin wordt geprovoceerd, waarin wordt uitgedaagd. Iedere vlog is er één te veel. En zeker als het gaat om politie, waarvan John terecht zegt, die staan voor uw vrijheid, voor uw veiligheid. Heb ik dat ontken ik dat? Weet je, het wordt tijd. Ja, kijk, nogmaals, je hebt talent. Ja. Je hebt talent om mensen aan het lachen te maken. Ja. Je bent rapper, dat doe je hartstikke goed. Ja. Maar waar heb je dat voor nodig om dat op zo'n manier te doen? Dat is toch gewoon zonde? Dat is toch ook... Ja, het is ook zo, maar het is gewoon, kijk, het is de gevoel in mij, snap je? Op het moment dat politie ons de hele tijd aan het provoceren is... Dan komt er op een moment dat denk ik, hoe kan ik ze terugpakken? Maar dit is een misverstand, want de politie provoceert niet. Maar hoe, de politie bent u erbij? Bent u erbij? Maar wacht even, mevrouw. Bent u erbij? Maar bent u erbij? Maar hoe kunt u tegen mij zeggen dat politie mij niet provoceert? Met alle respect. Maar u bent er niet bij, dus dan kunt u niet tegen mij zeggen... Met alle respect, de politie provoceert niet. Zal ik een voorbeeld laten zien? Voor uw veiligheid, voor mijn veiligheid. Ik zal een voorbeeld laten zien van de meest bekeken vlog. Ja. Die is ongeveer 978.000 keer bekeken. Daar werd in ieder geval jij niet geprovoceerd, daar gebeurde wat anders, daar gebeurde dit. Goeiedag. Ik ben aangehouden met Sander met Hexen. Je bent aangehouden, wie is aangehouden? Hier, de sleutel. Waarom is hij aangehouden? Ja, denk ik. Rennen, vriend. Je was niet snel genoeg, vriend. Het gaat je sowieso één streep kosten. Jullie willen rennen, rennen. Hoe voelt dat, heren? Ik heb heel die achtervolging gefilmd, hoe die uit die auto is ontsnapt. Dit moet nou de politie voorstellen. Ja, film mij ook. Is gewoon boef, man. Deze, wacht, die middelvinger erbij. Zit die er goed op? Als dit geen provoceren is, hoe zou je het nou noemen? Nee, ik ontken niet dat dit geen provoceren is. Er zit nog een stukje achter deze film, hè, waarin je een vrouwelijke agent zo echt vernedert... Ja. Echt op een hele nare manier. Dat was misschien niet zo netjes. Nee, dat is niet zo netjes. Dat klopt, ja. Maar om mij daarvoor af te schilderen als strijdervlogger... terwijl ik 16 vlogs lang gewoon leuke vlogs breng. Ik ga bij kinderen in het ziekenhuis langs, ja, die kanker hebben. Ik hoef dat ook niet te doen. Prijzenswaardig, maar waarom gaat u niet terug naar die agenten? Biedt u excuses aan? Wat jij nu zegt is iemand die gewoon zich 20 dagen heel goed gedraagt... en de 21ste dag iemand helemaal in elkaar slaat. Ja. Zeg je, oh, hoezo noem je mij gewelddadig? Omdat je het doet, vriend. Ik zie het toch... Je misdraagt je op die vlogs en zit jezelf hier de hele tijd... Heb je ook mijn andere dat doet er helemaal niet toe. Ik hoef die rest van je vlogs niet te zien om te weten dat dit buitengewoon brutaal, beschamend en ontzettend ordinair is. Kan jij vinden? Dat vind ik niet. Die mening van je is goed ook. Weet je waar ik wel echt oprecht nieuwsgierig naar ben? Ja. Want je zegt, oké, je laat alleen maar de treitenvlog zien. Ja. Ik heb ook andere positieve dingen. Wat zijn dan de positieve dingen die je vertelt? Positiviteit. Dan moet je mijn vlogs kijken. Waarom zou ik het hier nog helemaal uit moeten leggen... als jullie niet eens de moeite nemen om mijn vlogs te kijken? Jullie pakken alleen wat in de media komt en dat brengen jullie naar buiten. Kijk, ik vind het niet erg, weet je. Maar mijn fans ook. Ik zou niet zoveel fans hebben als ik zo'n irritante treitervlogger ben... die mensen alleen maar belachelijk maakt. Maar luister, je wordt niet gearresteerd omdat je bij kinderen op bezoek gaat. Maar ik ben onschuldig gearresteerd. Ja, ik ben vandaag onschuldig vrijgelaten. Op verdenking van, ja. Op verdenking van. Ja, klopt. Terwijl ik het niet heb gedaan. Je hebt de boel opgeruid. Dus hoe weet je? Kijk, nu zit u mij ook weer te beoordelen. Ja, je bent aangehouden voor opruiming en ik heb daar wel iets van gezien. En ik kan me voorstellen dat... Maar leg uit hoe ik opruiming heb. Nou, je hebt opgeroepen tot een gevecht. Mag ik even wat zeggen? Je staat zelf net, dat filmpje hebben we gezien, sta je heel trots te vertellen dat je iemand kennelijk een beuk hebt gegeven. Ja. Ja, weet je, het is allemaal zo zinloos. Mm. En dat dringt denk ik niet goed tot je door. Het drinkt heel goed tot mij door. Ja, dat is jammer. Dat de bestuurders weten, het drinkt heel goed tot mij door. En ik weet niet waarom je het doet. Is het uit een soort van stoerheid? Of even laten zien hoe je de politie kan lopen afzeiken? Ik snap dat niet zo goed. En ik ben zelf half Marokkaans. Hè. Ik kom veel in Marokko. En in het Midden-Oosten heb ik gefilmd. Nou, ik weet daar... Op het moment dat je het politiebureau al durft te filmen, dan word je al afgevoerd. Laat staan dat je met een agent gaat praten en gaat filmen. Als je nou heel stoer bent, dan ga je met je cameraatje daar naartoe en dan ga je daar dat soort filmpjes maken. Nou, ik dacht dat heel slim. Oké, maar ik heb toevallig ook even mijn onderzoek gedaan. Ik heb gezien dat jij opgepakt bent in Mexico. Ja. Ja? Voor het ontvoeren van een 14-jarig meisje. Ja. Nou, dat ben ik niet heel goed. Maar wacht, dat stond er. Ja. Okay. Ja? Maar ga ik u nu beoordelen op dat u een ontvoerder bent van kinderen? Ja. Ga ik dat nu doen? Ja. Want dat is wat je bij mij doet.
Dat is wat je bij mij doet, snap je? Je beoordeelt mij op iets van de politie, opruiming, terwijl ik dat niet heb gedaan. Er is één verschil, er is wel één verschil. Wat is het verschil? Het grote verschil is dat John van den Heuvel heeft een bepaalde naam in Nederland. Ja. En een bepaalde geloofwaardigheid. En op het moment dat jij deze vlogs maakt, heb je ook een bepaalde naam. En een bepaalde geloofwaardigheid die afwezig is. Klopt. En als je geen geloofwaardigheid hebt, wat je zelf hebt veroorzaakt, dan krijg je natuurlijk die naam die je nu hebt. Ja, maar dan kan ik zeg je zeggen ook dat wij met z'n allen heel erg gek zijn. Maar het is een beetje alsof Maar jullie leggen mij echt woorden in mijn mond. Nee. Heb je mij horen zeggen dat jullie gek zijn? Nee, maar leggen jullie mij echt woorden in mijn mond die ik niet eens heb gebruikt? Maar weet je, dat wordt hier helemaal niet gezegd. Wat hier wel wordt gezegd is dat de vrijheden die er zijn, dat u die ook moet benutten in positieve zin, zoals u dat zelf. Mag ik wat vertellen? Nee, ik wil nu even afmaken. U doet dat niet. Maar u erkent wel dat u misschien een paar verkeerde vlogs heeft gemaakt. Ja. Het zou u zieren, ik zei het net ook al, dat u teruggaat naar die agenten, uw excuses aanbiedt en een rondje vrijwilligerswerk gaat doen. Vrijwilligerswerk? En daarmee misschien iets ook aan uw geweten kunt sleutelen. Want dit is echt waanzin. Het schijneren, het intimideren, het provoceren, intimideren. Het moet echt stoppen. Als u een voorbeeld wilt zijn voor alle fans die u heeft, dan zou het u sieren als u zich ook een beetje gedraagt. Ja, maar waarom zou ik zoveel fans hebben, mevrouw? Als ik zo'n verschrikkelijk persoon ben. Even serieus. Maar het gaat niet zoals Rick maar kom op, net zei. Word ik nu neergezet? Als ik zo verschrikkelijk ben, hoezo zouden zoveel mensen naar mij kijken? Er is een categorie mensen in Nederland, jongeren, die dat leuk vinden als jij de politie gaat lopen provoceren. En die daar ook een voorbeeld aan hebben. Ook mijn andere vlogs vinden ze leuk. Ja, nee, maar ook juist dit soort vlogs. Mag ik wel oprecht? Is het ook dat je de vlogs maakt, of nou de positieve vlogs zijn, of de vlogs, hoe je ze ook wil noemen? Er zit natuurlijk ook een financiële component aan. Je verdient er veel geld mee. Ik verdien er geld mee, ja. Daar doen we het voor. Is dat ook de belangrijkste reden waarom je juist die vlogs op deze manier maakt? Omdat je weet dat het dan veel views krijgt. Nee, deze vlog is eigenlijk gewoon toevallig tot stand gekomen. Snap je? Ik sta niet op en ik denk, nou, vandaag ga ik de politie eens even pakken en ik ga ze even irriteren. Dat gebeurt met het moment, snap je? Mm. Maar dan kijk ik bijvoorbeeld naar RTL Boulevard en dan zie ik u praten over opvoeding. Snap je? Dan heeft hij het over mijn opvoeding. Ja. Dan denk ik bij mezelf, dan denk ik, kijk, jouw kinderen kijken naar mijn vlogs. Ja. Dus hoe goed heb jij je kinderen dan opgevoed? Nou ja, ik voed ze in vrijheid op. Ja, maar waarom zouden ze naar mij kijken? Ik ga ze geen dingen opzeggen. Als ik zo verschrikkelijk ben. Nou ja, ze kijken. Want dat is hoe ik nu neer word gezet. Ja. Snap je? Ik zal niet toegeven dat ik af en toe dingen doe zonder bij na te denken waar ik denk, shit, had ik misschien niet moeten doen. Maar misschien moet je even gaan nadenken. Ja? Ja. Maar daar ben ik niet zo heel goed in. Snap je? Nee, dat lijkt me wel. Daar ben ik niet zo heel goed in. Ja. Volgens mij, we zijn in Circus aan het praten. Ik geef jou het laatste woord. Denk jij dat je ooit vlog zou kunnen maken waar... Dat doe ik al. Ik ben nog niet af klaar. Okay. Waar je moeder met trots naar kijkt. Dat doe ik al. Die kijkt er niet echt van. Zij kijkt met trots. Zij kijkt met trots. Niet naar alle vlogs, maar er zijn genoeg vlogs waar zij echt met trots naar kijkt. Ja. Al verstaat ze het niet, maar ze kijkt er met trots naar. Oké. Ik kan me dat niet voorstellen namelijk. Nee? Dus al mijn vlogs zijn verschrikkelijk. Hoe ik naar kinderen ga in het ziekenhuis, die kanker hebben, dat is verschrikkelijk. Mijn moeder wil daar niet naar kijken. Dan ga ik herhalen wat Rick zei. Het gaat toch niet om wat de goede dingen je doet. Ik kan mijn hele leven echt waanzinnig zijn en ik ga hier van huis, of van RTL, nou, ik heb 4 bier op en ik krijg iemand aan. Dan is dat bepalend. Natuurlijk. Dan is dat bepalend maar voor maakt je dat een slecht persoon? Nou, die handeling is dan wel maar slecht. Maar maakt jou dat een slecht persoon? Het gaat niet over ik als persoon. Tuurlijk, het gaat om hoe je als persoon bent. Het gaat erom of mijn handeling niet mijn handelingen kunnen. En mijn handeling is op dat moment verkeerd. En als jij zegt van, ja, ik erken dat niet of ik vind dat prima. Maar ik erken het hier. Alleen en nu? Nu blijf ik een slecht persoon? Nee, ik heb het over je handelingen. Ja, maar nou dan? Kijk, ik doe misschien slechte handelingen af en toe, maar dat maakt mij geen slecht persoon. Dat probeer ik jullie uit te leggen. Maar niemand heeft jou een slecht persoon genoemd. Wat wordt mijn volgende handeling? Hoe ga jij ons overtuigen dat jij niet die persoon bent? Nou, ten eerste, ik hoef jullie niks te overtuigen. Ik moet mijn fans overtuigen. Nou, want voor stel, ik ben fan. Ik heb ook kinderen, die kijken ook al. Jij bent helemaal geen fan. Maar John is wel een fan. Stel, ik ben fan. Eerlijk, want jij kijkt vaker naar mijn vlogs. Laten we eerlijk zijn. Ja, maar ben je dan meteen een fan? Ik ben wel zo'n, want je volgt mijn vlogs. Ik zie dat jij talent hebt. Maar ik ben geen fan van het gedrag wat ik een aantal keer heb gezien. Absoluut niet. Klopt, maar heeft u ook andere dingen van mij gezien? Ja, zeker. Ja? Zeker. En wat vond u daarvan? Ik zeg niet, jij roept steeds van, we vinden dat jij een slecht mens bent. Dat zeggen we helemaal niet. Nee, maar je zou je talenten op een andere manier kunnen gebruiken. Dat is waar. Maar wat ga je nu doen? Ik ben heel benieuwd. Want je bent wel bespraakt, maar je gebruikt je taal ook op een hele vervelende manier. Ik ben ook ouder, ik heb ook kinderen. Ik wil niet dat zij dat als voorbeeld hebben, maar als je ook hele goede dingen doet, kan je nu kiezen van ik hou ermee op en ik ga ze allemaal bewijzen dat ik beter ben dan dat. Ja, dat ga je dat doen? Zeker doen? Dat ga ik zeker doen. Nou, dat is de enige wat we van jou willen. Dankjewel allemaal, dankjewel. Ja.